als ieder jaar herdenken wij ook dit jaar, al is het op een aangepaste manier, alle slachtoffers en ook de strijders die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland of waar dan ook ter wereld als gevolg van oorlogsgeweld zijn gevallen. 75 jaar geleden vochten de geallieerde soldaten voor onze vrijheid. Ook hier in Oost-Nederland. Stad voor stad, dorp voor dorp trokken veelal jonge mannen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door deze regio. Ze streden een heftige strijd en velen gaven hun leven voor onze vrijheid. Ruim 500 geallieerden die van honderden en duizenden kilometers hier naartoe waren gekomen, sneuvelden ook in deze regio. Iedere slachtoffer was een mens met een eigen verhaal. Plaatselijk Bank Derumsvaart wilde er dit jaar een bijzondere herdenking van maken. Maar door de regelgeving en de daaruit voortkomende beperkingen wegens het coronavirus zijn helaas alle activiteiten afgelast. Enkele weken geleden is het boek De Vlag Uitgestoken gepresenteerd door de historische vereniging Averreest. Een vijftal schrijvers leverden ontroerende verhalen over de periode 40-45 uit Derumsvaart en Balkbrug. Historische verhalen, opdat wij niet vergeten. Zoals hoe een Joodse gemeenschap van ongeveer 60 bewoners uit Derumsvaart werden te werk gesteld in Duitsland. En velen werden afgevoerd naar Westerbork om daarna getransporteerd te worden naar vernietigingskampen zoals Auschwitz. Voor zover bekend hebben 12 personen van deze 60 de oorlog overleefd. Ze zijn niet weer teruggekeerd naar Derumsvaart. Hoe een lange rij van verzetshelden die in Derumsvaart woonden een belangrijke rol hebben gespeeld. Over een geslaagde overval op het distributiekantoor voor voedselbonden in Derumsvaart. Over de 5 neergestorte geallieerde bommenwerpers binnen onze gemeente Averreest. Met vaak een zeer jonge bemanning. Jongens tussen de 20 en 25 jaar. Waarvan er 3 begraven liggen op de begraafplaats bij de kerk in Oud-Averreest. Maar ook het verhaal hoe aan de vooravond van onze bevrijding van Averreest op 6 april 1945 nog 9 mannen uit Derumsvaart in Balkbrug werden gefusilleerd. Een groot drama. Herdenken gaat niet alleen over het verleden, maar heeft ook heel erg te maken met de wereld van vandaag. Je gaat erover nadenken hoe je daar zelf in staat. Dat je jezelf afvraagt, hoe kan ik zulke gruwelijkheden voorkomen? Wat kan ik doen tegen vreemdelingenhaat, het onrecht en de oorlogsmisdaden van nu, van tegenwoordig? Vrijheid is een groot goed, maar niet vanzelfsprekend. Dat gaan wij morgen 5 mei weer vieren. 75 jaar leven in vrijheid, zonder oorlog.